I wish you could swim like the dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we will beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Though nothing will drive them away, we can be heroes just for one day. Yeah, we can be just for one day. Bas Codden. Dames en heren, het is mij een eer en een genoegen om vandaag hier, vanavond hier bij u te mogen zijn. We gaan er een feestje van maken. Word een held, al is het maar voor 40 minuten, wat mij betreft voor de rest van je leven. Ik ga dat vandaag niet alleen doen en jullie hebben mijn mystery guest al vernomen. Erwin Nijhoff, dames en heren. Maar mag ik een groot applaus van een van mijn helden, de man die ons eigenhandig Europees kampioen maakte in 1988, Hans van Breukelen. Goedenavond. En voordat we gaan beginnen, Hans, ja. We hebben eigenlijk ook nog even applaus op te halen voor de organisatie. Als we twee mensen enorm moeten feliciteren met voor de vierde keer een congres organiseren, dan zijn het Rudy Jansman en Cornelis Westma en hun ploeg. Mag je een groot applaus voor de organisatie? Hans, wat gaan wij doen vandaag? Bas, ik heb geen idee. Vertel jij het me maar. We gaan het freestyle doen. Als we één ding leuk vinden, allebei, is het improviseren. Freestyle en eigenlijk alles wat gebezigd mag worden om de thema's leiderschap, talentmanagement, presteren, mag uit de zaal komen. Wat komt, dat komt. Ik ga 6 variabelen op papier zetten en dan zien we wel welke vragen er leven. Is dat een idee? Verwacht jij dan dat ik daar iets over ga zeggen? Ik hoop het. Okay. Anders wordt het een hele lange avond. Nou, laat maar eens komen dan. We kunnen het over van alles hebben, ja? Maar we hebben niet over alles wat te zeggen en verstand van. Dus wat mij betreft gaan we het hebben over leiderschap, medewerker, motivatie, presteren, strategie, cultuur, organisatie, ontwerp. Zullen we beginnen met de deelnemers? Goed plan. Goed plan. Mijn eerste vraag aan iedereen is, wat is de belangrijkste variabele in jullie organisatie? Alles draait daarom, als je dat voor elkaar hebt, dan komt het goed. Wat is de belangrijkste variabele van deze 6? Wie roept er iets? Mensen. Uiteindelijk draait het allemaal om mensen. Ook in de voetbal, neem ik aan. De belangrijkste variabele is deze variabele. Medewerker motivatie. Alles draait om je mensen. Wat staat er niet in je jaarrekening? Je mensen. Wat wil je weten van je mensen? Hoe gemotiveerd ze zijn. De meeste organisaties gebruiken medewerker tevredenheidsonderzoeken om dat te bepalen. Wie van jullie gebruikt de medewerker tevredenheidsonderzoeken om medewerker motivatie, de belangrijkste variabele, in kaart te brengen? De eerste opbrengst van vanavond, morgen mee stoppen. Wat zegt medewerker motivatie? Bijna niks. Als het al iets zegt, dan zegt het iets over het verleden. Ik ben tevreden geweest. Ik mocht beginnen om 9:30. Ik mocht eindigen om 16:30. Ik ben hier hartstikke tevreden geweest. Betrokkenheid is al iets beter. Uiteindelijk draait het om één term die in jouw genen zit, in jouw DNA. Bevlogenheid. Wat is bevlogenheid?
voor jou, Hans. Poeh. Ja, hadden we niet geoefend. Bevlogenheid is voor mij allereerst waanzinnig veel plezier hebben. Mooi. Dat vind ik heel belangrijk. Bevlogenheid is dat ik datgene kan doen wat het best bij me past. Iets waar ik zelf blij van word, wat mij energie geeft. Wat heel dicht gewoon bij mijn hart ligt, waar ik zelf ongelooflijk blij van word. En daarbij dat ik iets kan bereiken waar ik dan ook wel trots op kan en mag zijn. Het zij alleen of met elkaar. Is dat al voldoende voor jou als aftrap? Er zitten al zoveel elementen in die allemaal haakjes behoeven. Wat zijn de elementen, wat zijn de dingen geweest in jouw carrière of in je privédomein waarop je echt trots bent geweest? Ik denk dat het trots waar ik het meest trots op ben geweest, dat ik eigenlijk na een aantal keren gigantisch op mijn bek te zijn gegaan, mezelf weer heb op weten te richten en daar zoveel van heb kunnen en mogen leren, dat ik daar eigenlijk sterker uitgekomen ben. Ik denk dat dat hetgeen is waar ik het meest trots op ben. Fantastisch. Uiteindelijk is trots, of ziekteverzuim, of kennis delen, dat zijn allemaal afhankelijke variabelen zoals we dat noemen. Het ontstaat door een werkhouding. Burn-out en bevlogenheid liggen dicht bij elkaar. Uiteindelijk ga je niet ondersteboven vanwege een te hoge werkdruk, maar vanwege een tekort aan energiebronnen. Je hebt een fantastisch boekje geschreven, Maak je comeback. En het gaat denk ik over dit thema, terugkomen, ergens trots voor zijn. Ja, maar het gekke is, het is vooral weer terugkomen naar je oorspronkelijkheid. Mooi. Ik heb op een of andere manier, en misschien dat je dat ook wel ervaren hebt, dat je hebt eigenlijk, ieder mens heeft twee levenslijnen. En dat is, zal ik maar zeggen, je persoonlijke, je competenties. Dus alles wat je kunt en kan. En je hebt een levenslijn waar je dromen zitten, je verlangens, je perspectieven. Datgene wat je zo verschrikkelijk graag wilt bereiken. En ik weet niet of jullie het hebben meegemaakt, maar ik wel. Dat dan je competenties en je verlangens op een gegeven moment zo uit elkaar gaan lopen. Waardoor je, en dat is voor een man helemaal lastig, in een spagaat komt te zitten. En dan zit je in een situatie waarvan je denkt, ja, hoe is het me kunnen overkomen? Wat heb ik anders kunnen doen? Wat had ik beter kunnen doen? Ligt het aan mij? Welke inzichten zal ik meenemen om dat een volgende keer niet te zien te voorkomen? En dat is denk ik wel daarin heel belangrijk. Terug naar je oorspronkelijkheid en tegelijkertijd de veerkracht die je moet hebben om daar weer bovenop te komen. Fantastisch. Wie van jullie is de leidinggevende in de zaal? Heeft de kinderen? Houdt u van muziek? Sport? Heeft de huisdieren? Ik heb jullie allemaal te pakken. Vanuit welk perspectief dan ook? Bijna allemaal millennium, zou je bijna zeggen. We gaan de dingen vandaag duiden. Druk, ja. Als we één ding belangrijk hebben gevonden, en dat ontstaat daardoor, is dat de werkhouding, werkmotivatie. Er is van al die jaren studie, ik heb 15 jaar mogen studeren, 15 jaar mogen ondernemen, maar één leiderschapstheorie echt blijven staan. Die is voor mij cruciaal en zit precies op het thema wat je net hebt benoemd. En dat is de theorie van flow. Kent iemand de theorie van flow? Go with the flow. Ja, maar wat voor gevoel geef je dat? Hoe zou je dat in je eigen woorden willen omschrijven dan? Go with the flow. Wat is flow voor jou? Om met andere woorden. Het is een boekje van Herman Vinkers. En dat is het fonetisch geschreven. Ja. Maar dan denk ik weer aan dat er veel te doen is in Almelo, weet je wel. Waar is dat, is het, maar wat is voor jou flow? Want dat was mijn vraag. Flow is het niet verteerde. Zorg dat de kracht met je meegaat. Een beetje judo in plaats van boksen. Judo, dat vind ik wel interessant. Voor mij is het, hoe gek het ook mag klinken, dat er dingen gebeurden in mijn leven dat ik achteraf dacht, hoe is het mogelijk? Dat ik wel eens een bal eruit hield, dat ik achteraf dacht. En dat noemde dan de deskundige, hij heeft een engeltje op de lat. Met andere woorden, hij kan er geen kloten van, hij heeft toevallig een bal tegen zich aangeschoten gekregen. Maar het verhaal is, voor mij was het eigenlijk onbewust bekwaam. Dat was voor mij flow. En dat vond ik wel een hele interessante, om die bij mezelf te ontdekken. Maar de vraag is, hoe kom je daar nou vaker in? Ik vind het een fantastische opmerking, Hans. En dank voor de opmerking van Herman Vinkers. Mijn moeder is een lerares Duits geweest. En die zei tegen mij, je spreekt überhaupt maar één woord Duits. Komt ook van Herman Vinkers. Flow heeft inderdaad een bepaalde bewustzijnsfase. Er zijn vier fasen van bekwaamheid.
95% van al ons gedrag is onbewust. We doen maar wat. Onze triggers gaan af, onze ego's, onze angsten, onze teveel en empathie. En behandelen precies verkeerd. Leiding geven aan jezelf en leiding geven aan anderen is een contradictio in terminus. Op een gegeven moment ben je onbewust bekwaam, dan ben je mooi in de aap gelogeerd. Op een gegeven moment word je bewust onbekwaam, je ziet wat je verkeerd doet, gaan we soms dan ook doen. Je verbetert jezelf, je wordt bewust bekwaam en sommige mensen raken verlicht onbewust bekwaam. De theorie van flow, getheoretiseerd, zit ze in Haley. De X-as, kennis en vaardigheden. De Y-as, werkeisen. Als je dingen doet die je niet aan kunt, dan kom je in een burn-out terecht. Om een aantal cijfers te noemen hier in Nederland. Op dit moment is 88% niet volledig bevlogen. 77% is niet gelukkig in zijn of haar werk. 5% heeft een burn-out. En nog eens 13% hikt dat tegenaan. En hoeveel procent zit hier dan? Ik zie alleen maar bevlogen mensen. Dat is wel interessant. Ja. Het ergste is, dus als je op een gegeven moment ziet dat je kennis en vaardigheden niet overeenstemmen met je werkeisen, dan moet je interveneren. Dat heb jij gedaan. Maar hoeveel mensen durven dat? Want ze hebben toch allemaal verplichtingen, Bas? Er zijn toch zoveel excuses om toch niet uit dat oncomfortabele, maar acceptabele jobje te stappen. Dat ruim 90% van alle professionals geen idee heeft waarom ze naar hun werk komen. 90%? Ruim 90% heeft geen idee waarom ze naar hun werk komen. Hoeveel mag ik vragen? Nee, dit vind ik wel. Dit zijn nogal, maar die zijn hier natuurlijk niet. Die zitten thuis. Ja, oké. Okay. Nee, akkoord, ja. Erger nog voor burn-out, en jullie kennen nu de getallen in Nederland, is niet zozeer die burn-out. Want wie kan mij uitleggen waarom de I-generatie professionals momenteel en masse bij de dokter loopt vanwege werkstress? 1 op de 4 jongeren loopt momenteel bij de dokter vanwege werkstress. Hoe komt dat? Ik heb zelf 3 kinderen. Dat zijn millenniums. Prachtig hoor. Een dochter van 31. Die maakt ons volgende maand voor de 3e keer oom en opa. Dus dat is wel leuk. En nog 2 jongens van 32 en 34. Mooi. En het grappige is dat wat ik altijd aan die gasten vraag. Van goh joh, ben jij ook zo druk? Want ze zijn zo druk als de pest. En dan vraag ik van, wat doen jullie dan? Dan hebben ze een feest. Of dan hebben ze in een weekend hebben ze 4, 5 feesten. En dan is mijn vraag, en naar welke ga je? Nou, dat vinden ze een rare vraag, want ze gaan overal heen. Maar waar, keuzes maken, dat is volgens mij het belangrijkste. Waarom durven mensen geen keuzes te maken? Bas, kun jij dat uitleggen? Ik probeer het je uit te leggen. Het gaat niet zozeer, dus die X-as en die Y-as, kennis en vaardigheden ten opzichte van werkeisen. Als je dingen doet die je niet aan kunt, dan kom je in die burn-out terecht. Bij de I-generatie professionals, mogelijk jouw kinderen, die hebben niet te veel werkeisen. Die hebben een tekort aan werkeisen. Ik kan zoveel, maar ik mag hier zo weinig. Is dat hun eigen schuld? Nee. Ik voel mezelf een ambassadeur van die I-generatie. Als er 1 ding belangrijk is, een belangrijke energiebron voor bevlogenheid, dat is dat zelf-effectiviteit. Mogen acteren op je sterke punten. Maar wil jij daarmee zeggen dat in bedrijven, noem het maar die letter die erboven staat, dat leiderschap dat beperkt? Ik durf te zeggen dat de meeste organisatie helemaal geen leiderschap is. Heel vaak wordt tegen mij gezegd, Bas, onze professionals in onze organisaties ervaren te weinig ruimte. De meeste van ons zijn lineair denkend opgeleid. Oorzaak, gevolg, probleem, oplossing. De meeste leidinggevenden of sommige leidinggevenden zijn al systemisch opgeleid. Als ik mijn gedrag verander in een bepaald systeem, dan verandert het systeem hopelijk in de gewenste richting mee. Uiteindelijk draait het om lemniscatisch denken. De tegenpool, niet de tegenstelling, de tegenpool. Wat is de tegenpool van ruimte? Een kader. Ruimte ontstaat door haar kaders. Er is niet zozeer te sprake van te weinig ruimte. Een tegenpool van ruimte is voor mij dat je helemaal niks meer kan. Precies. Dat is dit. Je wordt afgeknepen. Ja. De bore-out. En die ligt op de loer bij heel velen. Deze jonge lui hebben de Maslow-pyramide van hun ouders op de kop aangeboden gekregen. In een tijd van relatieve stabiliteit zeiden hun ouders tegen hun kroost. Ik heb mogen studeren. Als een van de eerste in mijn familie heb ik mogen studeren. En kijk nu naar ons. Wij gaan 3 weken per jaar op zomervakantie, 2 keer op wintersport. En voor jou wordt het alleen maar beter. Je bent academisch opgeleid zometeen. De war on talent is al begonnen. De vergrijzingsproblematiek gaat je volledig in de kaart spelen. Je wil eigenlijk zeggen dat je gewoon heel verwend bent opgegroeid. Ik niet.
Ik moest het zelf doen. Wat die jongelui missen, ja, is die Maslow-pyramide. Ja. De primaire levensbehoeften, ja, zijn aanwezig. Ja. En hebben van hun ouders gekregen, cadeau gekregen, zorg voor zingeving, zorg voor zelfactualisatie. Wat gebeurt er in onze organisaties? Ze worden gebruikt als pionnen in sterk gecontroleerde, geprotocoliseerde, gerepeterende taken en omgevingen. Ik kan zoveel, maar ik mag zo weinig. Maar dan zou je, dat is een directe aanval op leiderschap in mijn ogen. Leiderschap is de eerste spelbreker van bevlogenheid. Bevlogenheid is te maken en te breken. Om je daar een cijfer van te geven. 97% van alle professionals begint bevlogen op dag 1. Is na anderhalf jaar teruggebracht naar 12%. Wij hebben als leidinggevende maar anderhalf jaar nodig. Dus ze leven 88% in? 88% is momenteel niet volledig bevlogen. Hoe komt dat? Ik kan zoveel, maar ik mag hier zo weinig. Sommige dingen kun je fantastisch in theorie gieten, maar sommige dingen kun je beter in muziek laten afspelen. Go with the flow, Erwin Nijhoff. Waar is dat ding? Ja, daar is dat ding. Ik laat ook alles uit mijn handen vallen. Het was vroeger al zo. Ja, dankjewel. Ja, gaat ie goed zo? Ja. Succes wel. Dankjewel. Dolf had het over jammen of zo, geloof ik. Ja, we zijn alles aan het improviseren hier. Maar deze... Ja. From down in the valley, where Mr. when you're young, they bring you what you do, like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, when she was just 17. We drive out of this valley, down to where the fields were green. Working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things just seem so important. When do they vanish right into the air? I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remembers riding in my brother's car, a body tan and wet down at the reservoir. Night on them banks, I'd lie awake, pull her close just to feel each breath she takes. Now those memories come back to haunt me. Well, they haunt me like
Is a dream a life if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, it sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. Oh, down to the river, we did right. Door Erwin Nijhoff. We hebben een grootheid in ons midden, die gaan we ten volle benutten. Hans van Breukelen. Wie wil er over welke variabelen graag iets van Hans weten? Het kan draaien om leiderschap, het kan gaan om cultuur, het kan gaan om presteren, organisatieontwerp, hoe zet je teams in elkaar? Wie wil er over een bepaald aspect graag iets weten van Hans van Breukelen? Hij is er nu toch. Presteren. Daar heb je hem. Ja. Even kijkend naar mijzelf. Ik kom uit een gezin van 3 kinderen en ik was een nakomertje. En mijn broer, 5,5 jaar ouder, die was altijd met zijn vrienden op de straat aan het voetballen. En we woonden op een bovenhuisje in de Bilt en ik was aan het kijken. Ik was 4, 5 jaar oud en ik wilde maar 1 ding meedoen. Dus mijn broer komt op een gegeven moment met zijn broertje aanlopen en zegt tegen zijn vriend, je mot ook meedoen van mijn moeder. Waarop zeiden ze, ga jij dan in het doel staan, dan loop je niet in de weg. Maar het gekke was, ik wilde zo verschrikkelijk graag meedoen, dat ik gewoon op die straatklinkers aan het duiken was. En daardoor kreeg ik een soort van waardering. En bij de volgende partij zeiden ze, we willen hem in de kool hebben. En zo kwam er iets dat ik voor mezelf iedere keer beter wilde worden. Het gekke is dat ik pas op 18-jarige leeftijd dan bij FC Utrecht naartoe ging, van BVC, 2 keer trainen in de week, een uurtje, naar 5 keer 1,5 uur en dan nog een wedstrijd spelen. Ik heb de eerste 3 maanden werkelijk gevraagd in wat voor hel ben ik terechtgekomen. Ik wist niet dat ik in mijn lijf zoveel spieren had. En tegelijkertijd had ik een drang om toch maar iedere keer door te gaan en beter te worden. En waarom? Ik weet het nog steeds niet waar die verschrikkelijke drang vandaan kwam. Want ik wilde iedere keer een stap kunnen maken. En het gekke was, geen waardering in die zin van mijn moeder. Die was er alleen voor mij. En mijn vader die faciliteerde en waarvan ik hem op een kilometer afstand kon zien dat hij trots op me was. Hij is 89 jaar geworden. Ik heb de mooiste foto ooit mee mogen maken dat hij door een hek, toen we de Europa Cup met PSV hadden gewonnen, dat we elkaar zo de hand gaven. En die trotsheid, en dat vind ik wel jammer, heeft hij op een of andere manier nooit uitgesproken naar me. Terwijl mijn moeder zei, dat is de mooiste periode in het leven geweest van je vader, dat jij voetballen, want hij was er altijd bij. En presteren, dat komt bij mij voor mezelf uit mezelf. Dat is ook bijna een obsessie geworden. Want de grootste concurrent was ikzelf. Niet de concurrenten, nee, zelf. Omdat ik bang was om op een of andere manier te stoppen met iets waar ik verschrikkelijk veel plezier in had. En dat is ook gebeurd. Want als ik in 1987 denk, werd ik het Nederlands elftal uitgezet. Ik stond bekend voor Feyenoord supporters als het polletje, dat was een moment. Ik werd achterna gejaagd door die club uit Amsterdam bij monden van Cruijff. Dat
Stanley Menzo, hun keeper in oranje moest. En ik voelde me opgejaagd. En toen kreeg ik eind van het jaar, terwijl ik het Nederlands elftal uitgestuurd was, een prachtig artikel uit België onder mijn neus met als kop van Breukelen, dubbele punt, een geboren verliezer. En zo voelde ik me ook. Maar na 10-11 maanden, met dank aan mijn vrouw, als je praat over coachen, mocht ik samen met mijn collega's van PSV de eerste Europese titel samen in ontvangst nemen. En een maand later mochten we Nederlands of Europees kampioen worden met Nederlands elftal. En presteren is voor mij een soort van innerlijke drang, grenzenverleggend, waar ik waanzinnig veel plezier aan beleef, maar wat zelden comfortabel aanvoelt. Want topsport bedrijven, en dat is volgens mij ook het maximale uit jezelf halen, is zelden comfortabel. En als je daarom... Sorry Bas, Norris. Want dan, ik sla nog even terug. Ja. Want dan kom je hierbij over veiligheid of over leiderschap. Dan praat ik over coaches die ik heb meegemaakt. Die zorgden in ieder geval voor veiligheid. En die zorgden voor verbinding. En die gaven kaders aan ten aanzien van taken. En voor de rest lieten ze het bijna allemaal aan ons over. Ik ben opgegroeid in een tijd dat men riep, het teambelang gaat altijd voor het individueel belang. Tot ik 3 jaar, 4 jaar geleden een congres in België, na mijn presentatie over de kracht van een persoon en de macht van het team, werd opgevolgd door Vital Heijnen. En zoek hem op, dat is een van de meest succesvolle volleybalcoaches van de wereld. En die zei, Hans, mooi verhaal, maar jongen, het individueel belang gaat altijd voor het teambelang. En ik zat op het puntje van mijn stoel. En toen zag hij dat en toen zegt hij, ja, wat zit je nou raar te kijken? Dat is toch zo? Ik zeg, natuurlijk niet, teambelang. Hij zegt, oké, als ik aan jou vraag, voor wie heb jij het al die jaren gedaan? Wat je gedaan hebt, wat geef je dan voor antwoord? Voor wie? Stelt u zich die vraag wel eens? Waar heeft het leven u voor uitgevonden? Dan zeg je toch al, ik, iedere sporter, iedere medewerker hoop ik in uw bedrijf dat hij zegt, ik doe het voor mezelf. En toen vroeg ik aan die Vital Heijnen, maar hoe doe je dat dan als coach? En toen zei hij heel mooi, iedere wedstrijd, die nemen we op. De dag erna krijgt iedereen zijn laptop en dan ga ik een paar vragen stellen. Omdat ik weet dat het individueel belang voor het teambelang gaat. En de eerste vraag is, wat wil jij komende week aan jezelf verbeteren? Vanuit het ik. En dan roept er een, sprongservice. Oké, gaan we tijd voor je ruimen. Tweede vraag is, hoe kunnen wij beter aanvallen en verdedigen? En wat wordt jouw rol daarin? En zijn er nog zaken die wij organisatorisch moeten regelen, faciliteren, om te zorgen dat wij als team nog beter kunnen presteren? Vanuit het ik naar het wij. Dat is een andere manier van denken, zoals bijvoorbeeld Louis van Gaal, die voorop zet, jongens, het teambelang. Je moet offers brengen, maar het allermooiste van van Gaal is dat hij zegt, de mens staat centraal, niet de voetballer. Uw medewerker niet in de persoon die hij is in zijn taak, maar als mens. En dat doet mij terugdenken, en dan stop ik even over leiderschap in relatie naar coachen. Ik heb ooit Tjerk Borstra, een goede kennis van mij, tenniscoach. En die is coach geworden om mensen te ondersteunen. Om het maximaal uit zichzelf te halen. En die heb ik een wedstrijd zien coachen van 3,5 uur. Davis Cup, Scheng Schalke. Oostenrijk moesten ze spelen, 5e laatste partij. En het ging erom of Scheng wel of niet zou winnen. En het voordeel was in die tijd, dat je als Davis Cup team, dan had je een Davis Cup coach. En om de 2 games ging je er dan naast zitten. En die Borstra, die heeft 3,5 uur zo op zijn stoel gezeten. Heel onhandig. En dan ging Scheng naast hem schitten. Maar hij zei niks. En die Scheng speelde een partij slecht. Dat ik voor die televisie zat en me afvroeg, help die vent nou eens, waarom ben je nou coach geworden? En hij deed niks, maar ik zag zijn ongemakkelijkheid waarmee hij zat. En wat gebeurde? Die Scheng, die wint hem uiteindelijk. En het eerste wat hij doet, dat hij naar die Borstra naartoe gaat, om zijn nek springt en hem bedankt. Kom ik een paar weken later die Borstra tegen. Ik zeg, joh, lekker makkelijk je geld verdient.
Hij zegt, makkelijk voor geld. Dit is de moeilijkste wedstrijd die ik gecoacht heb. Ik zeg, man, je hebt helemaal niks gedaan. Hoe kan dat nou? Nou, zegt hij, voor de wedstrijd komt die schalke naar mij toe en zegt tegen mijn trainer één ding. Wat er ook gebeurt, al sla ik nog geen gat in de natte krant, laat me met rust. Want op het moment dat jij tegen mij gaat praten, dan word ik helemaal verward in de kop. Ik zeg, mag wacht even. Als je nou niet had gewonnen, had jij toch al die shit over je heen gekregen van de publiciteit? Hij zegt, dan had ik hetzelfde gezegd. Het gaat niet om mij. Het gaat hoe ik de kans vergroot dat iemand met zijn talenten dat kan laten zien, waardoor hij zijn persoonlijk plafond aantikt. Die Vital Heijnen en onze vriend Bokstra, die zijn voor mij op dit moment in mijn ogen echte leiders. Fantastisch verhaal. Dankjewel. We gaan het proberen te verbinden. Het gaat om jullie uiteindelijk. Wat kun je hiervan leren? Lendiscatisch denken. Wat is in jouw optiek, Hans, de hoogste vorm van presteren? En wat is er voor nodig? We hebben een aantal dingen voorbij zien komen en horen komen. Waaronder een volleybalcoach. Ga ik zonder iets over zeggen. De hoogste vorm van inspannen, presteren, is wat mij betreft de ontspannen inspanning. Maar daarvoor heb je eerst die andere fase te doorlopen. Je moet je inspannen om te kunnen ontspannen. Om een mooie theorie te kunnen duiden hieromtrent, die is van Toon Gerbrands, de PSV-coach. Deel ik graag in dit kader. Toon Gerbrands geeft aan, de X en de Y-as. Uiteindelijk draait het om succes. Succes is pas waardevol als je het kunt herhalen. Daarna heb je je comeback te maken. Opnieuw gaan leren winnen. Voor sommige mensen geldt dit, voor mij niet. We weten ook dat onderzoek na $80.000 inkomen neemt geluk zelfs af. Dit is de P van pijn. Je moet pijn lijden, je moet je inspannen om te kunnen presteren. Als je dingen niet realiseert, als je geen succes hebt in Nederland, je steekt een naald in je arm, je bent aan de drank, je maakt er een zootje van, dan betaal je een hele hoge prijs. Gelukkig in Nederland zijn er weinig mensen die heel weinig succes hebben, die een hele hoge pijn hebben te betalen. Op een gegeven moment zijn er, en we leven helaas in een zesjescultuur, dat komt door ons onderwijssysteem. Als je tegenwoordig op het VWO zit, die haalt een 10 voor natuurkunde, een 9 voor scheikunde, een 5 voor Frans en een 4 voor maatschappijleer, krijg je niet je diploma. Met allemaal zesjes wel. Dit zijn onze toekomstige Nobelprijswinnaars. Moet je met de trein brengen naar Delft. Laat ze vooral niet in Frankrijk werken. Weten ze zelf ook wel. Heel veel Nederlanders hebben gemiddeld succes, weinig pijn. En op een gegeven moment kom je bij de echte topsporters, die betalen weer een hele hoge pijn, maar hebben ook hoge mate van succes. De filosofie die daarboven ligt, noemen we het voluntarisme. De maakbaarheid van de wereld. Mensen vragen wel eens aan mij, geloof jij in geluk? Nee, ik geloof in pech. Geloof niet in geluk. Dat creëer je zelf. Wat zegt Toon Gerbrands, en ik vind het een prachtige om hier te gebruiken. Stel, we zitten hier, behoorlijk succesvol. De mensen die hier zitten zijn behoorlijk succesvol. Wij hebben allemaal een prijs te betalen. Als we niet de prijs naar voren betalen, en ik noem dat de pijn van investeren in jezelf, blijven groeien, de regie nemen over je eigen leven, dan loopt de lijn naar achteren. Of je nou wilt of niet, je hebt een prijs te betalen. Als er één ding belangrijk is voor ons allemaal, is het de bevlogen houding, vitaliteit, toewijding en de allerbelangrijkste, absorptievermogen. Kennis was een bezit, absorptievermogen is een houding. Dat is nieuwsgierigheid. Juist. Dat is leergierigheid. Altijd blijven leren. Ik vind het wel een apart, of althans, dat wil ik eraan toevoegen. Wat ik hieruit haal direct is voor mij, als je zelf geen plan hebt, dan word je onderdeel van een plan van een ander. En dan heb je alle recht om te zeiken, of juist niet. Want ik denk dat je daarin regisseur wordt van je eigen leven, dat dat een keuze is. Mooi. Over dat lendiscatisch denken gesproken, over leiderschap, presteren. Wat is jouw optiek de hoogste vorm van leiderschap? De hoogste vorm van... En die heb ik net in jouw verhaal... Volgens mij vrijheid. Juist. Vrijheid bieden. Thierry Bostra, ja. Leiding laten nemen. Ja. Uiteindelijk draait het om... Eigenaarschap geven. Uiteindelijk draait het om drie thema's in je teams, in je organisaties. De meest overschatte kwaliteit van leidinggevenden is luisteren. Je kunt me alles vertellen, maar als je gedrag niet overeenkomt met wat je me vertelt, dan weet ik, zit hij niet goed. De meeste leidinggevenden leiden veel te ver van voren. Leiden is een wolf.
observeer, inspireer en confronteer pas wanneer nodig. Wat moest Tjerk Borstra enorm goed doen? Die had zijn triggers, zijn drie kisses of death als leidinggevende te beheersen. Zijn angsten, zijn ego en met name zijn teveel empathie, die had hij op zak te houden. Zijn drie troefkaarten bleven op zak. Leiderschap is een heel eenzaam bestaan. Als jij je troefkaart op zak houdt en je stapt niet in, je blijft achter, dan krijg je opmerkingen als, dat was lekker makkelijk. Je hoeft er niks voor te doen. Terwijl jij thuis komt en je weet, ik heb enorm controle over mezelf moeten houden om mijn troefkaarten niet te gebruiken. En leiderschap, leidingnemerschap. Alles draait om de tegenpool. En leiding nemen en leiding laten nemen is ontzettend lastig. Jij weet het als geen ander. Ja, wat ook weer direct naar voren komt. Guus Hiddink, wel bekend. Die was 1 jaar trainer in betaalde voetbal. Werd hij hoofdcoach van PSV. Vanuit een assistentpositie. En als u iets met voetbal hebt, dan weet u dat dat 99 van de 100 keer mislukt. Als je van een assistentfunctie hoofdtrainer wordt. Alleen Guus had 1 heel slim ding. Of meerdere. 1. Hij nam een assistent aan die zeer complementair aan hem was. En hij zag heel goed wat voor informele leiders die in de groep had. En die schakelde die bijna, daar schakelde die bijna dagelijks mee. Hij zei letterlijk tegen ons, moet je je voorstellen, allemaal kerels rond de 30, met adrenaline uit de oren en neusgaten die spoten. Wat willen jullie dit jaar bereiken? Natuurlijk zijn wij kampioen worden, beker winnen en minimaal de winter overleven in de Europa Cup. En toen zei hij, en hoe gaan we dat doen? En dan praat ik dus over 87. Toen vielen we bijna van onze stoel af. Omdat we dachten, dat word jij toch voor betaald, vriend? Maar hij creëerde daardoor mee wel betrokkenheid. Hij creëerde draagvlak. Hij creëerde een strategie met elkaar waar wij in geloofden. Die paste bij die groep. En hij hoefde voor de rest in het kleedlokaal, waar in mijn ogen altijd nog kampioenschappen gewonnen of verloren worden, een dusdanige sfeer dat wij elkaar corrigeerden. Dat we elkaar aanspraken op gedrag die niet paste om topprestaties te leveren. En als er dan een jonkie of iemand die een beetje dwars was, een grote bek had, dan werd hij gelijk door 5, 6 mensen gecorrigeerd. Guus was er helemaal niet bij, joh. Die zat gewoon lekker aan de koffie samen met de kantinebeheerder. En dat klinkt gek, maar dit is toch prachtig leidinggeven? En ik zeg ook altijd tegen leidinggevenden, stop nou vandaag met het motiveren van je mensen. Kappen ermee. Om jezelf te beschermen. Want weet je wat motiveren in mijn ogen is? Motieven bedenken om een ander zo gek te krijgen dat hij of zij datgene doet wat jij wilt. Hoe lang hou je dat vol? Dan kun je naar een truc, dan kun je naar Hans Kazan gaan. Dan kun je met zo'n goocheldoos terugkomen. Maar op een gegeven moment is die leeg. En dan zeggen mensen, ja, maar wat moeten we dan? Volgens mij is dat inspireren. En weet je hoe je dat doet? Door mensen te kennen. Erkenning te geven, te luisteren, erachter te komen waar ze inderdaad bevlogen van raken. Het klinkt zo eigenlijk zo simpel, man. Het is ook redelijk simpel. Thuis doen we het relatief makkelijk en op de juiste wijze. De meeste leidinggevenden stappen in. Heb jij waarschijnlijk een hele makkelijke vrouw, of niet? Dat heb ik zeker. De meeste leidinggevenden stappen in zodra ze moeten uitstappen, stappen uit zodra ze moeten instappen. Ja. Als de één ding belangrijk is om achter te blijven. De meest overschatte kwaliteit van leidinggevenden is luisteren. Een van de andere overschatte competenties, wat mij betreft van leidinggevende, is voorbeeldgedrag. Ruim 90% van alle professionals begint bevlogen op dag 1. Die hoef je niet te motiveren, die zijn gemotiveerd. Wij maken die bevlogenheid kapot door veel te ver van voren te leiden, de ruimte klein te maken. Ben er vooral niet, maar zorg ervoor dat je in een positie bent dat je kunt observeren. Als Guus Hiddink 1 in kon, was het opschakelen en terugschakelen. Instappen en uitstappen. Instappen is de raad moest, uitstappen... op basis van 2 thema's. Juist. Welke? Veiligheid. Juist. En even kijken, en verbinding. Resultaat. 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 Mag je die verbinden? Ja. Ja, fantastisch, 5 minuten. Ja. Wij kunnen hier vanzelfsprekend uur... We hebben maar 1 variabele gepakt, Hans. Nou, we hebben ook niks paar gecombineerd, hè? Nee. Een paar gecombineerd, toch? Prestatie, leiderschap... Beetje strategie wellicht. Als er 1 thema dan, denk ik, doorspekt is geweest in deze 40 minuten, is dat je continu moet blijven doorgaan. Zowel de theorie van flow als die bijvoorbeeld van Toch Gerbrands, blijf investeren in jezelf, maak je comeback.
Ik heb er een hele mooie toegift op. Zullen we die delen? Lijkt me goed. Gaan we Erwin weer vragen of niet? Ja, die komt er ook aan. Oh, wacht even. Oh, jij hebt nog iets extra's in bed dan. Een kleine toegift. Even kijken hoor. Maak je comeback. De show must go on. Wacht even. Deze is kapot. Eén momentje, geloof ik. Ja? Gebeurt niks. Geluids. Geen enkel probleem. Dit was een liedje, The Show Must Go On, bij Elton John. Als er iemand populair is momenteel, dan is het Elton John. Maar gelukkig hebben we onze eigen Rocketman in ons midden, Erwin Nijhoff. The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want your ticket anymore? Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be warmer now. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm aching to be free. Show must go on. Show stays on. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I could fly, my friend. Show must go on. Show must go on. I'll face it with a grin. I'll never give it in. On with the show. Dank jullie wel, jullie tweeën.
Ik hoop dat jullie een bevlogen middagavond hebben gehad. Ik wens jullie een bevlogen voortzetting. The show must go on. Tot ziens.